Je boy Tim, Timba. Ga je het halen of niet? Wat krijg je voor signaal dan? Hé, wacht even met gooien. Wat krijg je voor signaal? Dan ben je weak, hè? Wat krijg ik dan? Ik krijg een fles whisky van je. Iedereen ziet het hier, hè? Gold label. Nou, doe maar blue. We pakken toch money? Ja, toch? Blue label. Let's get it, man. Signaal? Oh my god. In de serie Hands aan Dek volgt de Telegraaf mariniers van het schip de Karel Doorman. Zij zijn op missie in het Caribisch gebied om de eilanden te ondersteunen tijdens de coronacrisis. In deze aflevering meert het schip aan op Sint Maarten. Ik ben Yvonne Walker, 28 jaar. Ik laat zien hoe echt een milkshake maakt. Ik zorg voor de voeding en voor de eten van bemanning aan boord, zeg maar bestellingen. Voor het winkeltje aan boord. Doe eerst van je ijs. Ja, iedereen kent me wel, zeg maar, kan je zo zeggen. Doe het gelijk even. Ja, nee! Doe maar vlieg als flash! Doe dat. Twee lepels proeven altijd. HCCP. Ja, ups. Boise. En? Smaakt nog vanille nog steeds? Nee, nu is wel banaan. Banaan op de compound trek lager door, dus hij nu wel banaan. Alleen nu is wel suiker bij. Suiker, hè? Sugar. Zal ik even 1, 2 halen? Ja, ik zit ook in de medische actiedienst. Dus ik ben zeg maar oproep van de dokter, zeg maar. Dan doe ik zeg maar hand- en spandiensten, zeg maar. Infuus klaarleggen en al die andere dingen. Dan gaan ze aan het werk. Wanneer het druk wordt. Toch, dames? Ja, zeker. Jou? Maar gaat altijd goed, zie je? Ik ben aan het zweten, dus ik werk zo hard. Bye bye. We zijn op zoek naar buikspek, man. 7 dozen. Ongeveer 30 kilo, 35 kilo. Kijk, het is zo warm hier beneden. Als je straks de containers open doet, komt er alleen maar koude lucht uit, man. Kijk, let op. Wil je filmen? Magical. Nu ten laatste puntje geef ik de microfoon over aan de OSNO voor wat betreft de bingo. Hallo, we zijn nu eindelijk het moment waar jullie echt kunnen wensen te wachten. Nou, hé! Eerste nummertje, nummertje 40. Nummertje 56. Nummertje 56. We waren ons 3 cijfers voor vandaag. MAPO ligt niet gelden, maar voor de mensen aan tafel het smaken. Ik ben Gerben Hummel. Ik ben alweer net 28 jaar. Op dit moment zitten we in de uitschipsruimte voor het eten. We hadden een storing binnengekregen vanochtend. We hadden een van de uitschipsbouwers die goed werkte. Ik zorg hier de E-functie. Als je hier kunt zien, het zijn aardig zwarte blaken en deze hier is afgebroken. Eigenlijk alles wat met elektriciteit te maken heeft, dat onderhoudt ik met een team. Nou, dat is best gevaarlijk, aangezien dat je hier met water ook vist. We zijn er op tijd bij te komen om deze calamiteit voor te zijn. We zijn bezig met de ZGRA-2-3. Er is een lekkage behoorlijk door de brandspon op een van de cilinders. Deze gaat vervangen. Mijn naam is Wilco Faber. Ik ben de eerste officier van dit mooie grootste schip van de marine. Nadat ik lekker ben opgestaan, ga ik eerst even sporten. En ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor de interne bedrijfsvoering aan boord. Momenteel zitten we in de aanloop naar Sint Maarten om daar zo dadelijk af te gaan meren. Het is altijd een mooi moment op de brug. Iedereen lichtelijk gespannen. Weer een nieuwe haven aan te komen. Je boy Tim, Timba. Ga je het halen of niet? Wat krijg je voor signaal dan? Hé, wacht even met gooien. Wat krijg je voor signaal? Dan Ben je weak, hè? Wat krijg je dan? Ik krijg een fles whisky van je. Iedereen ziet het hier, hè? Gold label. Nou, doe maar blue, we pakken nog money. Ja toch? Blue label. Let's get it, man. Die houdt? Oh my god. Splash, water! Gold label, hè? Oh, jij hebt het nog? Ja, hè? Dat werkt goed, dus kunnen we mooi tegen elkaar aankomen. Ideaal, het is te mooi hier. Lekker in het zonnetje. Prachtig, hè? Wat jij hebt nou. Zeker, ik vind het zeker mooi. Lekker warm ook.